Hallo en welkom bij Postmodel Train Stuff. Vandaag heb ik een Meccano Prestige klas 66, de T274. Dit is dus een Eres Railways klas 66. Uit 2006 kon ik aan de binnenkant van de doos zien. Boekjes en onderdelen zitten erbij. En de locomotief zelf natuurlijk. Ik weet dat er één ding mis mee is. Zo, namelijk aan deze kant is de lichtgeleider afgebroken, waardoor dat de frontverlichting niet goed werkt. Aan de andere kant is alles in orde en zitten twee machinisten. Dus het is gewoon een kwestie van hem de goede kant op laten rijden. Ik ga hem op de baan zetten. Nog even mooi filmen. En een rondje laten rijden met een paar nieuwe wagons. De verlichting van deze is niet heel helder. En dit is dus de kant waar de verlichting wel goed is. Ik vind hem mooi op de rails staan. Goede hoogte eigenlijk. Dan ben ik niet zo heel goed in het reviewen van dit soort modellen. Maar er zit nog een beetje roet hier bij de uitlaat. Dat is vanaf de fabriek. Dat is niet door iemand geweatherd. En al met al vind ik hem er gewoon mooi uitzien. Waar hij mee gaat rijden is wat er achter staat. Het zijn een heleboel containerwagens.
Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.